Tijdens je studie kan je gelijk al je opgedane kennis in de praktijk brengen. Namelijk tijdens je stage. Maar hoe ziet zo'n stage eruit en wat ga je eigenlijk doen? Dat ga ik navragen hier bij A4 in Tina. Hallo. Amarint, dank dat we hier mogen zijn bij A4. Wil je als eerst wat vertellen over het kantoor? Ja, nou, natuurlijk. We zijn bij A4 in Tinaarlo, het noorden van Nederland. En ze hebben rond de 70 medewerkers, collega's. En we hebben onder andere accountancy en een controleafdeling. Super. En waarom heb jij gekozen om hier stage te lopen? Ik liep eerst stage op Aruba. En toen begon de coronacrisis eigenlijk. En toen moest ik, toen daar ook corona uitbrak, naar Nederland terugkomen van de Hans Hogeschool. En toen eigenlijk direct op zoek gegaan naar een nieuwe stageplek. En eigenlijk via bij A4 terechtgekomen. Ik kende het altijd al wel via de studievereniging, check. Maar zodoende eigenlijk. Leuk, dus echt ingerold een beetje. Ja, klopt. Super. Ja. Op welke afdeling heb jij stage gelopen en wat voor soort werkzaamheden deed je daar? Ik liep stage op de controleafdeling. En daar werkte ik eigenlijk mee aan de controle van jaarrekeningen. Dus ook subsidiecontroles. En in mijn stage tijd veel bij onderwijsklanten. Dus dan mag je ook mee naar klanten toe? Ja, ja. Wat leuk. En waarom heb je gekozen om juist op deze afdeling stage te lopen? Ik heb voor de controleafdeling gekozen omdat ik op de HBO de BIF-vakken leuker vond. Echt de controlevakken. Dus daarom heb ik ervoor gekozen. Maar je kan bij A4 ook stage lopen op de controle en op de samenstelafdeling. En dan wissel je halverwege. Dus dan doe je eerst een dan het ander. Om eigenlijk goed te kijken wat beter bij jou past. Ja, klopt. Oké. Okay. Hoe ziet een gemiddelde werkdag of werkweek eruit van een stagiaire? Nu met corona, dan werk je half thuis eigenlijk en half op kantoor. Dat mag je een beetje zelf indelen. Dus ik spreek bijvoorbeeld met collega's, sprak ik dan af van gaan we samen naar kantoor. Dan kan ik even wat vragen stellen. Je kan ook soms mee naar de klant. Eigenlijk heel flexibel dus bij A4. Dat je spreekt af of je gaat zelf naar kantoor. Maar zo eigenlijk. Nu vaak werk ik een hele week aan één klant. Maar soms wisselt het ook wat gewoon binnen de week. Dus veel afwisseling. Leuk. Hoe word je begeleid tijdens je stage? Vanuit het kantoor zelf of misschien vanuit de hogeschool? Nou, vanuit de Hans Hogeschool had ik een vaste begeleider, al toen ik op Aruba zat. En die is hier dus ook op bezoek geweest. En bij A4 had ik niet echt een vaste begeleider, omdat ik halverwege het semester werd ingevlogen. Maar normaal heb je eigenlijk een vaste begeleider waar je dan vragen aan kan stellen. Maar goed, als je in een team zit, dan kan je ook gewoon aan de controleleider je vragen stellen. Dus het gaat eigenlijk allemaal heel makkelijk. Je stuurt iemand even een berichtje of je zoekt iemand op. Dus. Je kan altijd bij iemand terecht. Ja, zeker. Kijk, ja. Dat is goed om te weten. Heb je nog tips of adviezen voor mensen die op zoek zijn naar een stageplek? Dan zou ik kiezen voor een kantoor waar je op je gemak voelt. En wel prettig, zeg maar. Dat had ik bij A4 direct. En als je een beetje twijfelt, als je niet meteen vakken hebt op de HBO die je wel liggen of wat minder liggen, dan zou je voor zo'n combinatiestage kunnen gaan met controle en samenstel. Super. Nou, heel erg bedankt voor je duidelijke antwoorden. Ja, graag gedaan. Wil je meer weten over A4, SRA of andere onderwerpen binnen accountancy? Ga dan naar jouwwereldbaandichtbij.nl, volg ons op LinkedIn en hou natuurlijk de volgende vlog in de gaten.